Die uitlaat, daar kun je 2 of 3 auto's van volgen, hè? Dat is ongelooflijk. Geld moet rollen, liefst altijd richting mij. Ik ben Salah Razimi, 37 jaar oud. Mijn vrouw Annika, de oudste dochter Prinses. De jongste dochter Isabella. Ik ben 24 jaar geleden vanuit Perzië, Iran, naar Nederland gekomen met niks. Wij verdienen ongeveer als familie tussen de 100.000 en 150.000 euro per maand. Meer dan 1 miljoen euro per jaar. En nu wonen we in dit kasteel in Aardenburg. Let's go! Ik heb dit kasteel gekocht destijds voor iets meer dan 1 miljoen euro. En als die vandaag de dag verkocht zou moeten worden, dan zou die 3,5 miljoen euro moeten opbrengen. Salar Azimi, van asielzoeker tot multimiljonair. Al op zijn 17e opent Salar zijn eerste telecomwinkeltje. Inmiddels bezit hij winkels, vastgoed, hotels en een voetbalclub. Zijn vermogen is naar eigen zeggen zo'n 20 miljoen euro. Samen met zijn jeugdliefde Annika heeft hij 1 grote hobby, geld verdienen. Ik realiseer mij wel dat ik mijn gezondheid de laatste 20 jaar heb opgeofferd om te bereiken waar ik nu sta. Dokters verklaren mij soms wel gek, van je moet stoppen, je moet niet dag en nacht werken. Maar ik heb intentie om wat relaxer te gaan minder doen, hard te werken. Welkom in kasteel De Elderschans. Dit kasteel heeft 5 etages, dit is er 1 van. En dit is de woonkamer. En dat is naar de smaak van Annika gemaakt, om het zo te noemen. Hè. Dat zijn kroonluchters uit Perzië. De gordijnen komen van Perzië, heel veel materiaal komt daar vandaan. Zeg. Dan heb je nog een etage van mijn ouders. En dan heb je de penthouse helemaal bovenaan, de etage van mijn broer en zijn vrouw. Praten over geld en wat je verdient is nog steeds een groot taboe in Nederland. Maar in Waar doen ze het van wordt opening van zaken gegeven. We kijken mee op de verschillende bankrekeningen. Als er elke maand zo'n 130.000 euro wordt bijgeschreven, dan zijn er geen zorgen of je het einde van de maand haalt. Ik zie bedragen ook van 250.000 afgeschreven, 2,5 ton, 140.000, 50.000. Op dit moment draaien we omzet van 3,2 miljoen en een winst van 1,2 miljoen. Dus dat is 100.000 euro per maand op die ene project, ene object. Dat nieuwe object in Oostburg, dat is ook een belangrijke, een huur van 8.000 euro per maand. Die andere, als die af is, moet je ook om nabij de 30.000 in de maand opbrengen. Ja. Als we straks die panden ook verhuurd hebben en alles in verhuurde staat is, dan hebben wij iets van om nabij de 125.000 euro per maand aan huuropbrengsten. Nou, dat is goed. Dan staan we niet slecht voor, hè. Let's go. Ah, kijk. Daar heb je de eerste al. Dit is de Lamborghini Urus. Ik denk om nabij de 400.000 euro deze. Ja. Die wordt als boodschappenauto gebruikt, dat kun je ook zien. Alleen een Lamborghini met kinderstoelen erin. Dat zie je niet vaak. Leuke machientje. We gaan even naar het andere machientje kijken. Dat is een serieuze machine, ja. Die maakt de nodige lawaai. Die uitlaat, daar kun je 2 of 3 auto's van kopen, hè. Dat is ongelooflijk. We hebben daar een Rolls Royce. Kijk, hier hebben we een bijzonder gadget. Een echte Rolls Royce paraplu, hè. Ik heb nog misschien 13 auto's in totaal. We hebben nog een S-klasse, een zwarte Mercedes S-klasse van 185.000 euro. Een witte Mercedes S-klasse, je moet verschillende kleuren hebben voor gelegenheid. Die moet op je pak passen, hè, die Mercedes. Maar er wordt ook veel uitgeleend, maten, vrienden, personeel. Ik denk toch dat wij meer dan 25.000 euro per maand kwijt zullen zijn om zo'n wagenpark te onderhouden.
De familie Azimi doet vrijwel nooit boodschappen. Kom meiden, let's go. Ze wonen nu eenmaal vlak naast hun eigen hotel en dineren dus altijd buitenshuis. Eet je altijd in het hotel? Ja, keuze genoeg zoals je. Ja, maar veel mensen eten thuis om 6 uur met de familie aan tafel. Hoe doen jullie dat? Wij komen gewoon hierheen en we eten. En daarna is de schooldag, gaan we snel weer terug naar huis. En is het weekend, dan blijven we hier gezellig een beetje hangen, eten, drinken. En waarom eet je nooit thuis? Nou, dan moet ik boodschappen doen. En dat kost tijd. En hier wordt de boodschap ook niet bezorgd hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dan moet je echt achter je karretje gaan sjouwen met je boodschappen. En dat, als hier toch een heel buffet staat, dan lijkt me makkelijker, handiger om hier te eten. Isabella, je muesli. Eet Salar niet met jullie mee? Nee, die is aan het werk. Dus die eet wat snel even wat tussendoor achter de receptie. We eten eigenlijk altijd apart. Ik zeg altijd tegen Annika, ik zeg, Salar is van jou en van iedereen. Dat is letterlijk zo. Iedereen zit aan je te trekken. Iedereen moet iets van je hebben. Maar is dat wel eens moeilijk? Ja, dat is wel eens moeilijk, maar Twent. Voor het eerst in lange tijd is het gezin Azimi met elkaar op pad om even lekker te shoppen. Maar ook tijdens dit zeldzame gezinsuitje is Salar aan het netwerken. Als het tijd is om een broodje te eten, gebeurt dat bij een goede kennis. Een hele goede middag. Hoe is het? Ça va? Alles goed? Goedemiddag, West. Leuk u te zien hier. Zit je in Rossel? Ja. Ja, ik dacht dat is leuk om ook hier op locatie even goeienacht te komen zeggen. Hoe is het met u? Alles goed? Goed, ja. Wil jij worstenbroodje hebben? 1 worstenbroodje. En wat wil jij? Jij ook 1 worstenbroodje, Zoe? Dat is leuk, dat zijn bekende. Maar het probleem is dat we bijna nergens mogen betalen. Wat is mijn schuld? Nee, er moet wel iets afgerekend worden, hè? Dat is voor mij. Dankjewel, dat is vriendelijk. Overal waar we komen moet ik altijd moeite doen om te mogen betalen. Eigenlijk heel gek, hè? Dat nou notabene rijk iemand niet hoeft te betalen. Ja, maar zo werkt het wel in het echte leven. Dat de rijken bijna nooit mogen betalen. Die worden altijd uitgenodigd naar VIP-feestjes, naar partijen. En sterker nog, als ik naar discotheken ga, dan krijg ik geld om naar discotheek te gaan feesten. Dat is een promotie voor zo'n discotheek, zeg maar. Dus dat is ook wel leuk. De nutskosten zijn eraf. Gas, water, licht, 1690. En McDonald's. Is dat voor heel het jaar? Of? Nee, dat is per maand natuurlijk. Die aflossing van die restaurant die we verkocht hebben. 15 jaar lang €2000 plus aanbetaling. Denkt, dan is de CZ, de ziektekostenverzekering. Die CZ moeten ze een keer afschaffen, gewoon omdat je geen verplichte verzekering hebt. Als je ziek bent, gewoon portemonnee pakken en afrekenen. Proost. Cheers. Dat wij mooie resultaten kunnen boeken. En dan gaan we voor de rest helemaal goed. Mijn goede voornemens zijn minder werken en meer tijd voor de kinderen. De miljonairsfamilie Azimi is onderweg naar IJsden in België. Salar heeft namelijk een bijzondere hobby. Hij is eigenaar van een voetbalclub. Wij zijn in onze eigen voetbalclub, Koninklijke Patro IJsden in Maasmechelen. Vanavond een heel belangrijke match tegen Vizé. Sommige mensen kopen een kaartje voor een voetbalclub. Wij kopen heel de club. Let's go! Oh la la, de wereldkampioen. Hoe is het? Ça va? Dat is niet eerst de beste trainer, hè? Dat is de nationale keeper geweest, hè, voor Courtois. En 11 jaar Club Brugge keeper. Dus dat is een legende die naast jullie staat, zeg maar. Wat kost het om een voetbalvereniging te kopen? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou heel graag ook antwoord willen geven. Op de voetbalclub zit die ik gekocht heb, zit een geheimhoudingsclausule op met een boeteclausule erbij. Dus ik kan niet vertellen welk bedrag ik aan betaald heb. Maar er is €1 miljoen aan schulden alleen door ons weggewerkt, zeg maar. Voor de beeldvorming. Voetbalclub is meer een hebberingetje. Dus dat is zelfs als een privéjet of een boot. Die koop je niet omdat je er per se behoefte aan hebt. Als we alle auto's hebben van Rolls-Royce, van Lamborghini Aventador, Lamborghini Urus, Ferrari F12. Er staat een helikopter tot onze beschikking in Knokke. Als je die allemaal hebt, dan is dit juist de overtreffende trap om je voldoening te geven.
het hebben en beheren van een voetbalclub. De bal moet rollen en de dochters van Salar hebben een belangrijke taak. We hebben nog nooit verloren sinds dat Prinses de aftrap doet. En dat moet vandaag ook gebeuren dat wij moeten winnen. De aftrap van vanavond wordt gegeven door de dames Prinses en Isabella. Kom maar. Oh, ja, dat is goed. Dat is goed. Gaan! Ja. Gaan! Hè? Salar, heb je de spelers ook extra gemotiveerd om te winnen? Die hebben al goede salaris, die hebben goede bonus, die hebben goede verdiensten. Krijgen geld op tijd, dus ja, dan zou ik dat is allemaal onder controle. Onze spelersbudget is meer dan €500.000, dus die hebben het niet slecht. Lekker, die betaal jij? Die betaal ik, ja. Het kost geld, het kost heel veel geld, maar langs de andere kant, als je twee goede spelers opleidt en verkoopt, dan kom je ook een aardig aan eindje. De voetbalclub kost Salar per maand zo'n €30.000. Dat hij deze investeringen doet, wordt gewaardeerd door de harde kern van Patro. Kijk, daar wordt gedoe. Een voetbalclub brengt mij plezier, brengt mij roem. Dat is bekendheid ook. Hè? We staan iedere maandag in de krant, 4 artikelen. Ja. Dus die lezen we dan op maandagochtend. En, ja, goed gevoel en prestige. Ja! Ja, uiteraard ben ik blij met het resultaat. 3 punten zijn binnen, wat wil je nog meer? Als er verloren wordt, dan is heel de week balen en zit je niet lekker in je vel en dat is niet prettig gevoel. Maar ik ben een winnaar van nature, dus er moet altijd voor gevochten worden. Ja, niet van popcorn mentaliteit, kom goed en alles gaat zijn gangetje, dat werkt niet zo. De familie Azimi heeft 13 verschillende auto's op het kasteelterrein staan. Het hele wagenpark kost Salar zo'n €25.000 per maand. Maar het is eigenlijk de hobby van je broer, toch? We hebben niks wat van ons persoonlijk is, zeg ik altijd. Het is van de familie. Alles wat ik heb is van mijn broer. En andersom, alles wat hij heeft is van mij. Dus we hebben ook nog nooit in ons leven geld verdeeld. Het lijkt alsof het een bom is ontploft hier. Maar hier stond de Ferrari F12 Berlinetta. Met de Iraanse politie tekens erop. Die heeft Sasan verkocht. Want die heeft een auto besteld van om nabij de €1 miljoen. De nieuwste Lamborghini waar op dit moment gebouwd wordt. Dan moet je ook af en toe wat opruimen om nieuw materiaal binnen te krijgen. Ik zeg altijd, je kan maar 1 auto tegelijkertijd rijden. Hè? Dat moet je niet vergeten. Hè? Zegt de man met 13 auto's. Zo is dat. Sasan is dus de grote autoliefhebber van de familie Azimi en laatst werd duidelijk dat hij de nieuwe, bijna 1 miljoen kostende bolide ook alvast heeft aanbetaald, zonder overleg met boer Salar. Dan bel ik hem op. Ja, ik ben bezig. Ja, maar dat is 25.000 afge... Ja, ik heb een Lamborghini-contract getekend en dat was voorschotbetaling. Wat? Voor wat Lamborghini? Je hebt er al 2 of 3 of weet ik het hoeveel. Maar dan zeg ik, ja, doe even normaal, joh. Wat kost dat dan? 3 ton, 4 ton? Nee, dat is een speciale versie, die kost tegen €1 miljoen. Wat? €1 miljoen? €1 miljoen heeft wel 6 nul, hè? Besef je dat? En ja, maar dan is de kwaad al geschied natuurlijk. Dan zeg je van, weet je wat je doet? Cancel de deal, laat die 25.000 zitten als penalty. Ja, nee, maar die gaat meer waard worden en die gaat zus en die gaat zo. Dat is wel zo. Het is eigenlijk ook een investering. Hè? Lamborghini die daalt niet zo in waarde als andere auto's. Ja, toch wel. Die model die wij gaan kopen, daar moet je voor gevraagd worden. Hè? Dus je kan niet als Pietje binnenstappen en zeggen van hier heb je €1 miljoen, ik wil die kopen. Nee. Dat is, er zijn 200 of 300 wereldwijd. Eentje die gaat ook naar ons toe. Klopt. Maar wat gaan we straks precies doen dan daar? We gaan die auto samenstellen met de juiste kleuren en hoe wij het willen hebben. En iedere optie kost extra geld zeker? Ja.
Echt? Ja. Krijg je eerst een hartaanval? Ja. Dan ben je het leuk. Ja, dan ben je niet mee eens. Maar toch. Daar ben je niet mee eens, maar toch gun je die jongen het. Een schöne dag. We gaan een nieuwe Lambo uitzoeken, zeker hè? Die groene lijkt mij een goeie. Geld moet rollen. Liefst altijd richting mij. Maar deze keer gaat het andersom zijn. We gaan zien wat het wordt. Let's go. Kijk eens aan, een hele goede middag. Hoe is het met Filip? Alles goed? Ça va? Leuk om je te zien. Goedemiddag. Ik heb alvast een coupé hier voor de deur staan. Juist. Ik weet niet welke kleuren waar we naartoe gaan, maar... Hij valt nog niet zo goed op, hè? Nee. Nog gifgroener. Ja, heerlijk. Nog vellen. Maar deze, die hebben wij toch, of niet? Of is dat nee, dat is de Gona-Ventador. Ja. Dit is de agressiefste model. Oké. Ja. Nee, deze is eigenlijk een heel exclusief model. Ja, wel een leuk machientje. Ja. Geef mij maar Peugeot 206, dan vind ik het prima. Als die van A naar B rijdt. Goed. Wat is de toegevoegde waarde van deze ten opzichte van de Aventador die wij hebben? Ja, nog sneller, hè? Het is een speeltje van Sassan, hè. Als die dat leuk vindt, dan... hij is jong, hij is 32 of 33. Dus op die leeftijd, je had al twee Lamborghinis op het moment, dus dan wordt dit de derde. Wat ik vaak merk, is als ik alleen in die auto rijd, dan word ik altijd lastig gevallen door vrouwen. Is dat zo? Ja, is dat bij die SVJ ook het geval? Ik heb daar eigenlijk nooit geen problemen mee. Maar jij zelf hebt niet zoveel met sportauto's, toch? Als je zegt van, ik vind het niet leuk om Lamborghini te rijden, dan ben je eigenlijk aan het liegen. Dat is meer Sassan zijn ding. En Sassan heeft mij ook nog wijsgemaakt dat deze auto, of niet deze, degene die we gaan samenstellen om het zo te noemen, dat die ook steeds meer waard gaat worden, omdat het een zeer, zeer exclusief model is. Laten wij die SVJ gaan samenstellen. Wat zijn de keuzes? Oh. English green, hè? Ja, die British Racing green. Ja. Maakt dat ook iets uit voor de prijs? Ja, die kost 10.000. 10.000 euro meer? Ja. Dan kun je twee Peugeot 206 kopen, hè? Maar welke kleur kost geen geld? Geen geld? De deze. De zwarte. En de witte. Die twee kosten geen geld. Die kost geen geld. Nee. Maar we moeten eentje hebben die wel bijzonder is. Voilà, dus dat gaan we. Het is een unieke ervaring, hè? Want het is die dromen en kind, als je een kind snoepje geeft, is die ook zo blij. En het leuke moment is ook als die het ook echt komt en voor je neus staat. Dat is heel bijzonder. De blikken, de zwarte velgen, rode rimklauwen. De volledige rondom rond shiny carbon kit. In carbon gemaakte zetels. De stitching allemaal in cross-stitching. En als opties dan travel package en een bekerhouder. Heel belangrijk. Dat is wel belangrijk. En dan zijn we klaar. Wat gaat dat kosten? Momenteel kan ik niet een correcte prijs geven. Voor de simpele reden dat we enkele gepersonaliseerde opties aangevraagd hebben. Maar ik schat dat eigenlijk de prijs tussen de 500 en de miljoen zal kosten met al de taxen die in Nederland moeten betaald worden. Helder. Ja. Oké. Bij de familie Azimi gaat het geld dat binnenkomt van Salar en Sassan naar de hele familie. Dat betekent dat ze allemaal toegang hebben tot elkaars rekeningen. Dat is die van Sassan waar ik nu naar kijk. Oh ja, ik heb 30.000 euro aanbetaling voor een restaurant heeft hij betaald. Staatsloterij 15 euro, nog eens 15. American Express. Dan heeft hij nog eens 5.500 voor de limousine betaald. Voor de aanbetaling daarvan. Bol.com 35 euro. Daar is nog een auto aanbetaald van 2 keer 25.000 als je op die zoekwoord zou kijken. Van een Lamborghini die hij later dit jaar gaat afnemen. En we hebben nog wat auto's op de lease. Dus een keer 800, een keer 4.500.
Toen Salar Azimi in 1995 met zijn broer Sassan en zijn ouders vanuit Iran naar Nederland vluchtte, hadden ze geen cent te makken. Door slim te ondernemen heeft hij inmiddels een miljoenenvermogen opgebouwd. Hij bezit verschillende hotels en vastgoed en onlangs heeft Salar weer een nieuw pand aangekocht. Wij zijn in Oosburg, op de markt van Oosburg. En hier hebben wij het grootste gebouw van Oosburg. Dat is vroeger de bank geweest. Dat gebouw, wat we hebben het heel goedkoop gekocht natuurlijk. Dat gebouw is meer dan 700.000 euro waard. De verbouwing moet je rekenen dat je ongeveer enkele miljoenen kwijt bent. En nu hebben wij hier intentie om ook hotel te bouwen. Maar dat is meningsverschil tussen mij en mijn broertje. Hij wil appartement gaan creëren. En ik wil 44 hotelkamers van maken. Als het appartement wordt, is het kort geld. Als het hotel wordt, is het lang geld. Dat is de gedachte van mij. Oh, kijk, daar is de aannemer. Alles goed? Ça va? Goed, let's go. Daar ligt hier zoveel spullen, hè? Dat is allemaal geld, hè? Dan leg je je tablets. 120 euro voor zo'n camera, leg je te rot aan te verrotten. Dat is een kassasysteem van 5000 euro, Annika, waar ik de hele tijd zat te zoeken. Die ligt hier. Hoeveel appartementen kunnen we hier uithalen? Hier? Ja. Ik denk minimum 12. Ja, ja. Mijn punt is wel, ik ben niet voor kwaliteit, maar voor kwantiteit. Dus ik hou van aantallen. Dus liefst bijvoorbeeld als kant 30 appartementen. Als je het een beetje goed doet, kun je geld aan verdienen. En goed, daar zijn we nog niet over uit wat we precies gaan doen. In de kelder van dit bankgebouw bevindt zich de kluis. Of eigenlijk meer honderden kluisjes. Hier zit het geld. Oud geld, nieuw geld. Wit geld, zwart geld. Allemaal leuk en aardig, maar de aannemer ziet beren op de weg. Want kluizen slopen, dat is nogal een klus. Heel de verdiep is mijn kluis, hè? Dat is een bank geweest. Hè? Dat is... Ja, maar die kluizen die moeten wij niet doen, hè? Die moeten we apart verhuren. Hè? Ah, je gaat dat nog verhuren? Natuurlijk, dat moet een andere inkomstenbron worden. Hè? Want er is veel vraag naar. Iedereen stopt met kluizen. Ja. Zoek het geld. Die kluizen moeten we nooit uithalen. Dat is al beter, hè? Want ik dacht dat die kluizen... Ah, hij heeft dat toch niet toegedaan. Je hebt toch niet al nozel gedaan, nee, hè? Nee, ik kan die overkrijgen, hoor. We hebben geen eten! Ja, maar we gaan hier niet uit kunnen, hè? Ik moet hier nacht een belasting iets doen. En als ik dat niet op tijd af had, zou die een paar honderdduizend euro kosten. Wie heeft dit gedaan? Ik. Waarom? Ja, ik dacht... Het is een oud gebouw, je kunt er niet zomaar op zitten. Ja, dat is allemaal beveiligd, hè. Dat gaat niet meer open. Hè. Kijk, dat er iemand weet niet wat broodje en een soepje brengt, dat geloof ik allemaal wel. Maar tegen de tijd dat brandweer komt, dan heb je de deadline niet gehaald en dan ben je door zo'n stommigheid een paar honderdduizend euro kwijt. Ik heb hem niet op. Ja, krijg maar over. Maar dat is niet dom beginnen doen, hè. Ik ken al stress genoeg van mij, hè. Al die dommigheid. Dat is niet nodig, hè. Aan de overkant van de markt staat een gebouw dat Salar al eerder heeft aangekocht. Het moet een hotel worden en zou over 2 weken open moeten gaan. Scooby, juist. Zo te zien gaan we van de week niet open kunnen, hè? Ik denk dat volgende week is. Die leuke tekentjes van de keuken zitten er nog in. Ja, ja. Gaan we halen één maar. We gaan ons best doen, ja. Binnen moet veel gebeuren, of niet? Boven is binnen gedaan. Laten we naar boven gaan kijken. Boven hier kijken. Krijg ik stress van als ik hier rondloop. Nu zijn we aan het doen. Dan beginnen we goed. Oh, hier is veel veranderd. Natuurlijk, ik dacht dat hij al hier klaar was. Dat is niet goed nagedacht, hè. Ik kan niet naar binnen. Dus je moet altijd naar buiten. Maar gaat de deur toch naar binnen? Kijk. Okay. We kunnen ze nog veranderen misschien. Scooby! Scooby! Ja. Maar wij zien dat ook gelijk, hè. Iemand anders zou dat nooit zien, maar wij zien dat gelijk ter plekke. Die deuren straks, gaan die naar buiten of naar binnen?
Deze komen altijd naar deze kant. Maar kijk, dan gaan ze elkaar raken, hè? Nee, nee, het gaat er een stop opzetten. Dat gaan we niet tegenkomen. Komt er een stop achter de deur. En hier ook. Hoe dan? Als deze zo draait? Ja. En die draait zo? Tot waar kan die open dan? Maar als je hebt, dan gaat men altijd de deur achter je toe doen, hè? Nee, nee, enige manier... Ben je streng tegen personeel? Rechtvaardig. Ik ben altijd rechtvaardig tegen personeel en ik zie ze ook als familie, zeg maar. Dus ik behandel ze ook heel goed. Daarom komen ze ook voor al hun problemen altijd bij mij, die ik dan weer oplos. Dus dat is wel, ik heb een goede band met al mijn personeelsleden. Ja, we hebben 44 panden, hè? Dus we hebben 4 hotels. En natuurlijk nog telecomzaak en voetbalclub Patro IJsden, interieurzaak. We hebben nog een boot die we moeten uitbaten. 24 uur per dag zorgen eigenlijk. Ik heb veel zorgen aan mijn hoofd. Dat kan ik u wel vertellen, ja. Ah, hier is hij al. 5.167,5. Ze gaan met z'n viertjes lekker een dikke week naar Mexico. Annika ligt de meisjes in. Kijk eens, we gaan hierheen. Oh, wat vind je daarvan? Ja. Jullie moeten in een stapelbed. Maar ik ga wel wat boven. Opstappen! Dat vind ik een goed idee. Dat vind ik echt een goed idee. Wij boeken meestal all inclusive. Met de kinderen is ook hartstikke makkelijk. En je hoeft je portemonnee niet altijd bij je te hebben. Het is slim. Heb je 8 dagen ultra all-in, 5-sterren hotel met glijbanen, zwembaden, sauna's, hammam, alles erop en eraan. Er zit nog je vlucht in begrepen, er zit nog ontbijt, middageten, avondeten, het kan allemaal niet op. Vakantie! Terwijl de dames gaan inchecken, brengt Salar de auto weg naar parkeerterrein P3. Nu hij nog heel even alleen is, kan hij mooi nog wat zakelijke telefoontjes afhandelen. Hi, wel bereikbaar in Mexico, dus je kan dag en nacht bellen. Als gas gegeven moet worden, dan sta ik, hè. Het is wel duur bij die parking, 80 euro of zo voor een weekje parkeren. Maar goed, ja, we wonen 3 uur hier van Amsterdam vandaan. Annika, dat is gebruikelijk een van de laatste om in te checken. Vlieg je dan business class? Business class? Nee hoor, dat is business class de zonde van het geld, ja. Hè? Na een lange periode van snoeihard werken genieten de Azimis met volle teugen in Mexico. Ze hebben het all-inclusive reuze naar hun zin. We hebben ook een fotoshoot gedaan. Dat is leuk, herinneringen voor de kinderen ook. Ja. Je kunt toch ook zelf doen? Ja, maar die zijn niet zo wel mooi professionele als foto's. En wat betaal je daarvoor? 60 euro. 60 euro. Je hoeft niet naar de bank om een lening af te sluiten in ieder geval. Viva la Mexico, hè? We zijn in Playa del Carmen. Shopping. Wij gaan zo naar de kassa. Je hebt een dure pen uitgevonden, hè? $3 voor zo'n pen. Productiekosten, 1 cent. Ga je betalen, Izzy? Ja. Leg ze maar op. Ik moet proberen om dat goed terug te geven. Nou ja, die winkelier die wou aan mij oplichten. Dat doen ze bij alle toeristen, denk ik. Dat is een standaard trucje. Schoot er niet. Ja, die dacht van, die let wel niet op. Moet je altijd even checken als je wat terugkrijgt. 100 zoveel pesos. Ja, het was 100 of zo. Het ging over 5 euro. Ja, dat dacht ik al. Dat gebeurt meteen. Meestal, hè. Niet bij mij. Oh, ik ben altijd klaar wakker, hè. Mij kun je niet zo snel oplichten, dat gaat niet. We zijn in de gym. Niet alleen wat betreft zijn gezinsleven is Salar goed bezig, ook qua gezondheid werkt hij aan zijn doelen. Sinds zijn eerste bezoek aan de sportschool is hij niet meer afgehaakt. Ik ben benieuwd of ik nog ga afvallen. Ik ben van 120 kilo in 2 maanden afgevallen tot 104. Goed, hè? Kilo. Dat is ik vind goed. Het knap hoe je het volhoudt. En nu blijf ik doorgaan. Ik ga met die banaan. Ben je trots dat je afgevallen bent? Ik heb wereldprestaties neergezet in mijn leven. Dus dit valt in het niet als je het met de rest vergelijkt. Ik ben blij dat ik afgevallen ben, maar of ik trots ben, ja. Dat is, als ik wil, kan ik tot 90 kilo gaan. Maar, ik ben trots dat je bent afgevallen. Dat is beter. Ja.
Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Wil je meer zien? Vergeet je dan niet te abonneren. En reageer, vinden we altijd leuk als je dat doet.